wilde ze vandaag een reportage maken over golfclub. En golfclub is een groep gasten die gewoon om de zoveel tijd golfballetjes op de meest vreemde plekken gaan wegslaan. Waarom ze zichzelf golfclub noemen, dat begrijp ik niet, want ze gebruiken knuppels. En ze zijn ook niet echt erg spraakzaam. Ik wil heel graag ook een keer zo'n knuppel vastpakken. Maar ik heb niet het idee dat het erin zit. Ik ga het wel proberen. Hier, balk. Oh. Is de kick hiervan? Balkje weg. En doe je het vaak? Het kan. Ballen zijn. Oké. Dit is een goede plek ervoor, of? Water. En is het niet handiger om het met golfclubs te doen? Ja. Ook. Mag ik het? Zeg je dat? Eigenlijk wel. Hey, worden jullie wel eens gepakt? Gepakt? Ik weet niet dat mensen gaan klagen ofzo. Wat is een goede slag? Stel. Stel. Hard en ver nemen daar. Ja. Mag ik zo ook? Ja. Het mag. Hey, ik raakte hem net. Ja. Was dat een goede? Was dat een mooie slag? Klonk hij goed? Hij klonk lekker. Okay. Hij was fair ook. Ja. Hij was toch fair? Nee. Was toch hard? Ik zag het niet. Zag je het niet? Ik doe er nog eentje. Het stijlidee, dat begrijp ik nog niet helemaal. Ik vind het gewoon vet om hard en fair te slaan. En daarin doe ik niet echt voor ze onder. Maar ik heb niet het idee dat ik voldoe aan de stijl. Jij wel? Wat gaan ze nu weer doen? Geen idee. Dus het gaat echt van... Ja, er is ook geen enkele communicatie of zo tussen ons. Ze weten het allemaal wel, maar ik weet het niet. Ik denk je ook een keer. Ze kijken wat ze kan doen. Dit is echt een bizarre plek. Wat ook link is, is dat er dus heel veel kleine obstakeltjes zijn, waardoor die bal dus ook echt snoer naar terug kan komen. Als je nu uitkijkt. Zij hebben er blijkbaar geen last van. Van die angst. Oké, ik heb er nog een. Voor. Hey. Je voelt het, hè? Ja. Doe je het nou goed?
Maar wat denk je zelf? Mag ik het ook? Ja, dan moet je niet... Moet je niet bij mij verwijzen. Ik ga er ook in doen. Yes. Lekker, hè? Ik snap hem.